We zijn vandaag hier op het VBO, het Verbond van Belgische Ondernemingen. En we reiken de Circular Business Awards uit. Dat zijn bedrijven die pionier zijn op het vlak van circulaire economie. Dus het belang van zo'n avond is natuurlijk goede voorbeelden uitdragen. Zowel naar investeerders toe, maar ook naar collega's ondernemers toe. Als die dat doet, kan ik dat misschien ook doen. En op die manier die omslag van een lineaire economie die veel goederen en grondstoffen en verbruikt en nadien weggooit, overstappen naar een circulaire economie waar ik een grondstof gebruik, het verwerk, het nadien niet weggooien en opnieuw gebruik. In het algemeen denk ik dat zulke eventen eigenlijk ertoe dienen om de mensen ook bewust te maken dat er heel veel mooie projecten zijn in België om onze economie te vernieuwen, duurzamer te maken. Maar duurzaam voor mij betekent eigenlijk vernieuwen en nadenken over innovatie. Nous sommes vraiment très très contents. On a eu des beaux projets qui ont été présentés dans tous les secteurs, des grandes entreprises, des petites entreprises, dans des secteurs très différents. On voit que ça bouge énormément au niveau belge et voilà, on est vraiment très contents et on pense que dans le futur, on va pouvoir encore faire beaucoup mieux. Le jury fonctionne avec des critères et donc chez nous, c'est la circularité, hein, c'est évident. Donc c'est moins de matières premières, éviter les déchets, réduire la consommation d'énergie. On veut des données très fiables, avec des preuves que les projets fonctionnent. On promeut l'innovation et la faisabilité. Et on veut évidemment que ces projets contribuent au développement durable. Donc ils doivent être efficaces économiquement. Il faut respecter ou améliorer l'environnement et il faut les aspects sociaux. Ik ben blij, maar ik denk heel het team. We kunnen helaas niet allemaal hier aanwezig zijn vanavond, maar we gaan dat met heel veel energie vieren morgen met het hele team. En we zien het als een blijk van appreciatie voor wat we doen en een extra stimulans om met veel energie verder te doen. C'est vraiment une reconnaissance de tout le travail qu'on a accompli depuis des années. Et aujourd'hui, depuis un peu plus d'un an, on voit que les mentalités changent de plus en plus. On a de plus en plus facile à convaincre de nouvelles crèches, de nouveaux clients, de nouveaux parents à utiliser des langes lavables. Et donc ce prix nous donne vraiment une reconnaissance et nous fait vraiment du bien et prouve que on n'a pas travaillé pour rien. Ik ben ongelooflijk blij eigenlijk om deze prijs te winnen, heel dankbaar. En nu ga ik met veel fierheid eigenlijk aan iedereen uitleggen wat de waarde is van circulaire economie. We zijn er al jaren aan het werken en het is echt werken om change te maken. En het is gewoon een erkenning voor al dat werk van al die mensen die hier dag in dag uit keihard verwerken. Dus super.